Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik had vorige week een hele drukke week, dus ik ben een beetje moe en gaar. En het is gewoon een beetje een rustig aandachtje. Een huishoudelijk dingendagje. En we gaan het wel zien vandaag. Het is ook nog steeds zo warm. Ik vind het lekker makkelijk. Zo. Vandaag heb ik een beetje een luie dag. Vorige week was een hele drukke week, dus ik ben een beetje moe en lui. En ik wil naar de sportschool, maar het is zo heet. Het is zelfs binnen heet. Lange broek is te heet, maar ik vind een korte broek ook vaak heet. En ik weet dat het daar nog warmer is dan hier. Dus dit wordt me sowieso niet wat ik nu aan heb. Dan wordt het toch een kort broekje, maar ik wil maar die hitte, ik kan niet aan. We hadden ook gisteren voor het eerst echt heet in de slaapkamer, maar we hebben eigenlijk nooit. Gewoon dat je denkt, oh my god, ik kan het niet aan. Ik heb dat niet zo snel eigenlijk. Ik heb dat al heel lang niet gehad. Ja, dan moet je een beetje zo aan met die hitte. De rituals, het cadeau is trouwens echt baden. Want hij doet het niet draadloos. Zo irritant. En verder ben ik een beetje aan het opruimen. Het is een beetje een zooitje. Zoals schone was. En troepjes. En dit moet nog. En ja, dat soort dingen. Het is weer maandag. Ik ben trouwens even wat random ingrediënten aan het verzamelen. Om weer zo'n soort van... pasta met kaassaus te maken. Dat was wel echt heel lekker vorige keer. We gaan gewoon weer lekker wat doen. Ik ga in ieder geval vast even de groenten snijden. Ik wil het vast een beetje voorbereiden voor vanavond. Dan hoef ik dat straks niet meer te doen. Vaak worden dit soort gerechten altijd echt... heel lieve peerdie. Al heb ik geen idee wat ik aan het doen ben. Wij vonden deze kaas niet zo lekker. Veel te vet en romig voor bij de borrel. Dus ik dacht, dan maak ik er lekker een saus van, hè. Ik leg die kaas hier gewoon in. Ik doe gewoon courgette spinazie uit knoflook. En zo nog de andere helft spinazie erbij. Met de kaassausie. Dit wordt altijd heel snel zoet volgens mij. We gaan het gewoon proberen. Dit is echt nodig, want ik vind die schimmelkaas niet zo lekker van smaak. Die schimmelkaas die ik laatst had, was veel lekkerder. Maar goed, nee, toch deze. De combi met dit en kaas is altijd wel lekker. Dit is echt zo snel klaar. Ik vind het wel heel weinig groenten lijken nu. Maar ik laat het wel zo. Dan ga ik ze er gewoon nu bij gooien. Ik heb het apart gedaan, omdat ik veel weet dat het sausje wel lekker wordt. Wel veel saus. Mijn vorige kaassaus was echt heerlijk, deze niet. Hij is ook heel dun, door al het vocht wat er nu uit de groenten komt. Dus ik laat hem een beetje inkoken. Maar hij is helemaal niet zo lekker. En ik heb ook helemaal geen zin in kaas. Ik heb al zoveel kaas op, maar ik wou het gewoon opmaken. En niet en gewoon werken met dingen die we in huis hebben. Ja, uiteindelijk wordt het altijd wel lekker. Maar het is meteen 5 graden warmer hier binnen. Het is niet mijn dag vandaag, jongens. Ik laat het eventjes. Laten we nu even goed echt soort van koken. Dat hij een beetje aanbakt en wat dikker wordt. Ik heb er nog een stukje andere kaas doorgedaan van de markt. En wat zout. En ik ga de pasta gewoon hierin laten koken, zodat hij ook nog wat vocht opneemt. En dan zien we het wel. Nog nooit gedaan met verse pasta, maar het zou moeten kunnen. Dat hij dan niet te zacht en die bord en uit elkaar valt. Maar goed, dan hebben we een soort lasagnette, jongens. Uiteindelijk eten we nooit iets wat vies is. Uiteindelijk maak ik er altijd wel wat van. Maar dit recept zou ik niet nadoen. Die kaassaus die ik laatst had wel, maar die was zo lekker. Okido! Voor de inspo 2.0. Ik heb er nog een scheutje rode wijn erin gedaan. Het is wel lekker, toch? Tim heftig, volgens mij. Ik vind het wel meevallen. Ik heb die ene schimmelkaas erop gedaan die we gisteren niet lekker vonden. Ik dacht dan, dan hoef ik hem niet weg te gooien. Maar vandaag had ik meer zin gehad in een soort van fris gerechtje. Of salade of tomaatje, tomatensaus of zo. Lekker. Er zit dus heel veel groente in, maar je merkt er niks van. Good morning, good morning. Elise, die mij dus heeft geholpen met 35, met alles wat jullie toen allemaal hebben gezien. Die stuurde mij random ineens berichten hoe het met me gaat. Precies op het moment dat de jongen die mij ging helpen met animeren eigenlijk laat afweten. Had het kunnen weten. Ik ben altijd te snel goed van vertrouwen en te enthousiast. En reageert echt niet. Jammer. Maar ik ben er zelf met Canva bezig. Ik wil het allemaal zo graag aan jullie laten zien. Maar ik wil de naam en alles nog niet exposen. Maar als jullie het leuk vinden, laat even weten. Dan tegen tijd dat de serie online is, kan ik in mijn vlogs even laten zien welke vormgeving dingetjes ik ervoor allemaal heb bedacht. Dat is wel leuk om te delen, maar ik wil de naam echt nog niet delen.
Maar het is lastig, want ik had ook, ik wilde een website erbij maken. En toen heeft die jongen dus het domein gekocht. Wat ik zelf had willen kopen. Waardoor het nu op zijn naam staat. Dus hij ging het aan mij een verhuiscode geven. Maar hij moet me nu ook nog een autorisatiecode geven, al bijna een week. En dat geeft hij dus niet. Dus dat hele, de naam die ik heb bedacht met mijn vader, de website ervan, staat nu nog op zijn naam. Dat is echt super vervelend. Dus ja, in ieder geval, ik ben lekker bezig. Ik ben gewoon zo... Ik had het idee dat ik een beetje weinig heb gevlogd vorige week. En deze week ook niet heel veel gevlogd. Want ik ben zoveel bezig. Met dit. Maar no worries. Het is niet zoals met 35 dat ik mijn vlogs verwaarloos. Maar ik bedoel, ik ben gewoon eventjes heel veel bezig met computerdingetjes en zo. Ook andere dingen die later pas komen. Dus ja. En vandaag ga ik aan het eind van de dag iets heel leuks met Nicole. Want we gaan samen naar een museum. Want ik heb een betaalde samenwerking. Echt een paar dagen geleden wist ik het pas. Ik mag naar een museum en ik krijg betaald om daarover te vloggen. Zo leuk. Nicole is helemaal hyped ook, want hoe gezellig. Het is een superleuk museum. Maar dat ga ik jullie later allemaal vertellen. Dit is weer zover. Ik moet letterlijk over 16 minuten weg. Mijn jasje zit nog in de wasmachine. We hebben geen droger. Die moet ik een soort van droog gaan strijken. Die is een zijknat. Ik heb geen make-up op en ik heb mijn haar niet gedaan. Oh, jammertje. Ja. Mag ik kussen? Ja. Oh, hè? Nicole is er. Ik was maar 6 minuten te laat. Nou, uiteindelijk 7. Volgens mij is het niet weg. Verdamme. Maar het is sushi. Vis. Sushi? Het zijn naar grond. Dit jasje, ik heb wasmiddel. Kijk hoe ruikt het naar grond. Grond? Heel vies. Hier is een hamer. Ja, dat wist ik. Daarom, je huis is echt heerlijk op de route. Daar kan mijn hersenen kunnen daar heel lekker op gaan. Dat vind ik heel prettig. Ja, je staat hier overdekt. Dus dan kan ik overdekt denken. Dus heb je hier eten? Wil je hier eten halen? Nee, maar wil jij eten halen? Nou, ergens lekker, maar ja. Oh, kijk, dit staat helemaal vast. Gaat die me er nu niet voor halen? Laten? Ook al staat hij in de file. Nee, zie je, dat vind ik zulke losers, denk ik. Dank je. Jij begrijpt het leven. Aardige man. Ik ook. Ik denk duimpje. Geef je nou een duimpje omhoog. Oh, de goede kant is beschikbaar. Waarom ligt jouw paraplu nog uit? Ja, ik had geen tijd om hem in te klappen, gek. Weet je hoe druk het was? Ja, 3 seconden, dat... Nee. Dat is een mensenleven. Jeetje, ben ik chaotisch vandaag. Goedemorgen. Ik ga even. Ja, ik denk. Hoe jij kijkt, jongen. Ik zie denk niet hoe jij ook eruit ziet. Oh, de vlog staat nog aan. Oké, kan jij op je navigatie alsjeblieft doen? En deze? Kan je af en toe checken of dit tekentje er... Ja, je weet wel. Het is echt ellende. Ik heb een hele tijd opladen, dus je is niet opgeladen. Hij is niet aan het opladen. Nee. Michelle heeft hele lekkere broodjes, maar je staat soms een kwartier in de rij. We hebben alsnog geen speling. Maar hier ligt nog een snackzakje van mijn bonusdochter. Die is een paar dagen geleden allemaal gevuld. Misschien zit er nog wat bij. Kan je het opeten? Het is wel leuk, denk ik, waar we heen gaan. Ik heb gekeken op YouTube. Oh, leuk toch? Ja. Je kan zo'n 3D-reis maken. Ja, ik hoop dus dat ik op die bank durf. Maar het is toch niet echt heen. Het gaat toch gewoon een beetje zo? Het is het. Een soort lijnzaad, maanzaad, zaadkoekje. Ik kan niet meer zagen. Een zaadkoekje van die bank. Heb je die gezien? Dat je vliegt over Nederland? Ja. Dat denk je eng, want ik durf niet in de achtbaan aan. Je beweegt wel een beetje. Maar toch gewoon zo. Je gaat toch niet echt omhoog? Ja, een beetje zo. Maar niet zoals de kermis, toch? Nee. Gewoon zoals bij de Dino, dat Dino Museum. Ben je daar geweest? Nee. Ja. Ik zeg gewoon ja, maar nee. Ik heb er wel zin in. Jij vindt Nederland heel interessant ook. Ja. Jij ging mij allemaal dingen leren erover, dus ik dacht perfect ook. En dat we samen in de auto kunnen vinden gezellig, want ja. Stel dat je nu daar afspreekt met iemand, is veel minder leuk. Heet, hè? Benauwd. Ja. Oh, wat een cute schat. Ik zie alleen maar koeien. Ik had mijn haar een beetje mooi gefeund, maar als ik dat doe met die Dyson is dat na 10 seconden tanks weer ingestort. Gaf je 1 stempel? Of meer? 1. Mensen zijn echt braaf bij dit station. Wordt dit een mukbang? Dat vind ik leuk. Dan kan ik dat als titel doen. Dan krijg je misschien weer views. Laatst van 6.000 krijg je misschien wel weer 10. Dat zou leuk zijn. Ik heb een hotdog. Sweet. Heb je truffel? Sweet. Nee, ik heb gewoon normaal. Sweet onion. Onion. Zeg Nicole niet onion, maar onion. Ja? Onion. En de route heeft Nicole ook. En ik heb een chai iced. Trouwens, je kan hem daarin doen als je wil, maar ik weet niet of dat wel. Wat, mijn beker? Nee, voor de route. Want straks moet ik in Amsterdam best wel opletten waar ik heen moet. Ja, ik ook. Ik heb een broodje zalm. Soms zijn ze heel aardig, maar hier waren ze een beetje greedy. Want ik moest al deze extra prijsstickers betalen. Oh, lekker. Ja? Mm. Ik zit nu uit mijn mond, nee. Geen goor, rechtdoor. Zeg eens patat. Patat? Jezus.
heel erg. Ik ben wel blij dat we blote benen hebben, want hartstikke warm. Tot! Zit je te chancen met iemand? Ja, een oude bank. Hij deed wel volgens hem inderdaad. Oh, hier is trajectcontrole. Ricardo, die laatst in mijn auto heeft gereden, had een boete van 175 euro. Oké, niet bloeien. Je hebt een bakje eronder, heerlijk. Ah, remmers! Zo. We waren echt nog 10 meter er vandaan. Ja, dat is 10 meter te dichtbij. We hebben straks 5 minuten om de parkeerplaats te zoeken en op te maken. Altijd heel, als je maar in de auto zit, pak je altijd dat handvat daar. Met ja, het is dat ik het niet kan. Ik vind het altijd lullig als je avocado bestelt, ook bij sushi, dat ze dan niet zeggen dat hij rauw is. Of niet rijp. Dan zeg het toch gewoon, dan neem ik het niet. Er zit gebakken ui op. Gebakken uitjes. Wil je lekker en uit je mond ruiken? En van die lekker gebakken uien. Gebakken uien. Ja. Dat zeg jij volgens mij net. Of je zegt gebakken uien, lente uien, gebakken uien. Nee, kijk, zulke gebakken uien is toch ook gebakken? Oh, echte ui. Echte ui. Oh. En gebakken uitjes. Hij heeft een potje en vers. Ja. Lekker. Wil jij nou een rijbewijs of niet? Ja, ik zou het wel willen, maar ik heb niet. Huh? Ja, ik zou het wel niet aan willen. Heb je geleefd, ja toch? Net als Shanna, die heeft het uiteindelijk wel gehaald, maar die durft niet te rijden. Je mag van mij oefenen hoor. Maar het komt omdat ik ben zenuwachtig. En er zijn te veel prikkels, dus ik moet gaan. Ik snap het. En er is verkeer om me heen en daar krijg ik paniek van. Ja, je kan beter eerst de automaatrijbewijs halen. En staat je mag, dat? Je mag zelfs de dag erna mag je al schakelen. En bij je schakelexamen kijken ze dus alleen maar of je kan schakelen. En al maak je een foutje of wat dan ook, dat telt het stond in mijn tijd niet. Ja, want je hebt mijn tijd! Laten we het er even op houden dat ik 32 ben en deze meid hiernaast 30. Ja, maar ik heb hem nu al 10 jaar of zo. In mijn tijd. Dat is denk ik een van de naarste dingen die ik in mijn leven heb gedaan. Rijles. Oh, wat vond ik dat verschrikkelijk. Ik reed zo bang. Tegenovergesteld van nu, zeg maar. Ja. Ik kan het zeggen. Maar heb jij faalangst-examen gedaan? Dat schijnt nog erger. Ik heb nooit een examen gedaan. Mag je nog niet? Ja, maar ik mocht al lang, maar ik moest eerst mijn theorie halen. Daar heb ik ook maar niet van. Ja, maar dat kan jij wel makkelijk. Dat kan jij. Hey, daar zijn we. Wij zijn de passenger one group. Nou, is het puur Aperol of net wijn? Aperol Spritz. En dat wil ik wel eigenlijk. Ja? Ja. Thanks. Mag ik jou filmen? Jazeker. Okay. Maar dit vind ik wel funny. Ik eet tegenwoordig zoveel kaas. Verschillende honingtomaatjes met vegan gepekelde citroen mayonaise. Oh, leuk. Cute. Wil jij niet? Ik wel. Oké. Cheers. Lekker, dankjewel. Ik heb hem alweer op. Zij zit zwaar te genieten van alle snackies. Ze worden gevuld met zoet. Met wat? Oh, lekker. Yes! We wachten al op je. Hier. Ik heb nog één. Thanks. Cheers! Ja, nu ga ik wel even mijn hoofd sloggen een keer. Ja, nu hoef ik niet meer proost. Gaat ver. We hebben een cone met dobbertcreme, gepekelde citroen, een klein mini mozzarelletje, oude balsamico en dobbertcreme. Hoe krijg je die dobbertcreme zo groen? Heb jij dit gemaakt? Ja, heb ik gemaakt. Hoe doe je dat? Met een klein beetje zuur opdraaien, zodat het citroen zacht. Wauw. Zo, maar mijn vader kan heel goed koken en die kan altijd de dobbert heel mooi groen krijgen, maar niet zo. Lekker een klein beetje met een ijsje, dus dat niet lekker, heel leuk. Dankjewel. Want wat moeten we nu doen? Ja, we zullen wel gewoon... Zij kwamen met ons praten, dat vind ik wel leuk. Ja, maar kijk, ik vind dat ook super ongemakkelijk. Ja, ik zou worden wel een klein beetje ongemakkelijk. Ja, maar dat is het toch ook? Als iemand nu mij gaat filmen, weet ik ook niet wat ik moet doen. Zij ook niet. De eerste oh, zij wel. Zij is al natural. De eerste keer dat we een lunchen. Ik ben gewoon, ik steek mijn mes erin en ik hoef niet foto's van. En dat stond ook op internet meteen. En mijn koffie, als dat mooi is. Zij wil het allemaal filmen en ik roer gelijk al die foto's eruit. Want ik ben zo niet. Het interesseert mij niet. Weet je dan niet meteen ruzie? Nee. Je kan wel straks op beeld zetten. Je staat al op beeld. Ja, dat weet ik, maar je gaat het op mijn editen knippen. Ik knip niet zoveel. Mijn vlogs duren soms een uur en zit je alles erin, het kan mij echt niet schelen. Maar als we straks op de attractie gaan, dan ja, dat moet ik wel echt je wel even gewoon. Zeg maar, dan krijgen we dus allemaal zo'n dopamine hitje. Zo van, ja. Oh, dit is zo leuk! Welkom heet de eerste attractie. En vooral wat kennis laten maken met This is Holland. Want This is Holland is gewoon best wel een bijzondere attractie die ja, eigenlijk geen maar over. They have their drink
Wat gaan we doen? Een achtbaan. Vind je het spannend? Ja, je moet er toch wat voor over hebben. En wat vind jij ervan? Ik heb er wel zin in. Ja. Ik word pas een keer nummer 6, dus ja. Luc, gaan we beschermen en ons bij. Ja. Ja. Gaat ons lukken, toch? Jij bent op de Engelbewaar. Ja. Ja. Oh. Ja, de drankjes zijn op. Ja, ik zit op. We gaan de lift in. Daar gaan we. Ik hoop dat het vanavond. Als ze zacht is tegen. Ja, jij weet hoe het gaat, hè? Ik weet hoe het gaat, ja. Dus je komt er met, hem, hij weet alles. Je komt er echt met knikken. Ik ben al vaak zo geweest. Nou, ik ben zeg maar echt dat meisje die vroeger gewoon één keer dacht ik ga het proberen. En toen zo hard heb geschreeuwd, mag je alsjeblieft uit worden gezet in de kermis, hè? Okay. En daarna nooit meer ben gegaan. En ging je uit? Nee. Daar heb ik nooit meer mijn leven gegaan. Ik heb nog wat veiligheidsinformatie. Nu we boven zijn, we gingen erover. Doe straks de gordel van rechts naar links vast en door de lus. Dan mag je hier. Hey. Okay. Ja. Oh. Oh. Ah. Ja, goed. En tassen mogen onder het net in rust. Oké, okay, dus je moet alleen mijn camera meenemen dan. Onder de stoel. Dat zeker, dat zal onder de zonde zijn. Waar is het minder spannend? Ik zie dat. Maar wat is minder eng, buitenkant of die kant? Midden is alle engst. En waar ga jij nu zitten? Nee, jij maakt alleen maar grapjes. Nee. Oh, maar het zit wel lekker. Hier? Ja, ik moet meer naar één halen. Kijk, de doodsangst. Ja, dat valt allemaal wel mee. Hi. Fantastisch. Oké, jongens, als ik dit durf, dan kan iedereen in Nederland hier in ieder geval naartoe. Want ik ben het meest bange persoon die ik ken met dit. Ja, maar dit is Nederland, hè? Ja, jezus. Ik vind het best hier in Thank you. Nee, hij gaat niet hard, jongens. Nee, joh, hij gaat helemaal niet hard. Hij gaat wel drie keer over de kop. En er wordt water in je gezicht gespoten. Ja, dat vind ik ook niet erg. Doe maar. Kijk, daar komt de wereldbol. En het ruikt ook naar bloemen, maar ja, het is jammer dat je dat niet door de camera heen kan. Ja, dat is wel lekker, ja. Zo, ik heb zenuwen in mijn buik. Oh jee. Omhoog. Oh jee. Oh, dit is wel heel vet. Had ik maar een groothoeklens bij me. Wat? Oh, we gaan echt iets doen. Ja, het is echt heel mooi. Het is echt hoog. Nicole, ik vind het heel eng. We zijn boven de sterren. Dat vind jij leuk, hè? Hoe kan dat we zo ver naar achter gaan? Oh, dat denk je. Oh my god, ik vind het zo spannend. Oké. Ik zit alleen maar twee keer toe rusten. Oh, dit is wel vet, zeg. Weet je wat het is? Het is een Scholen dan? Oh. Ik ben helemaal nat gewoon. Wat een sjouw. Ja, dat kan ook verkeerd opgevat worden. Het is helemaal niet leuk. Maar het is wel later in. Ja. Wat is dit? Het is een stoomgemaal. Om de polder neer te doen. Zodat je meer land krijgt. Nou, ik denk dat daar heel veel mensen als ze dit zien hier naartoe gaan hoor. Dit is super cool. Echt heel vet. Heel vet. Sorry, ik ben helemaal enthousiast. Zit de Rotterdamse haven? Ik elke week in de achtbaan vanaf nu. Hey Dave, vind je het leuk? Ik vind het fantastisch leuk. Ja, hè? Ik vind het leuk, man. Prachtig. Wauw, die ruimte in de boek.
in Limburg, maar weet ik niet. Maar waarom weet jij dat allemaal dan? Dat leg je straks uit. Dat je elke dag dit doet. Ik heb gewoon niet zoveel vrienden, oké? Oh, nu komt ik ook weer. Dit zijn de Noord... hoe heet dat? In Flevoland. Oh, wauw. Nee, die... Dat was zo leuk, ik zou het echt 30 uur kunnen doen. Ja, maar dat duurde echt wel heel lang. Dit is echt heel lang. Ja? Ja, 10 minuten. Ik vind het zo leuk. Ja. Wauw. Nog een keer. Mogen we ook bij de tweede ronde nog een keer mee? Leuk dit? Ja. Ik wil echt nog een keer, maar dan had ik even niet hoef te filmen. En nog even. Maar goed, wat was dit gaaf. Heel leuk. Geweldig. Bedankt dat jullie ons hebben gesteund. Ja, ik vond het heel gezellig. Stel je voor dat je hier niet was gegaan en dat je het zonde is, hè? Ja. De tweede groep gaat niet, maar we vonden het zo leuk dat we nog een keer mogen. We zijn 2 keer gegaan. Er waren nog 2 plekjes. Ik had niet gedacht dat het zo tof was eigenlijk. Heel leuk. Ja, iedereen is ook enthousiast. Deze tweede keer had ik de camera in mijn tas gelaten waar iedereen ging gillen. Doei, Tijmen. Deze oranje rode loper. We hebben een goodie. Rode loper? Zei ik dat? Ja. Oranje rode loper, zei ik volgens mij. Ja. Kijk hoe leuk. Eigenlijk had ik oranje schoenen aan moeten doen. Jij ook. Ik vind het leuk deze roze, jij? Ik vind het heel leuk. Thanks. En heel oud ook. Het was heel leuk. Het was echt fantastisch. Ja, en los van dat het museum heel leuk was, was ook het evenement zelf wel leuk. Ik vond het best wel spannend. En zo, maar iedereen was gezellig. We hebben buddies gemaakt. Ja. Het was heel leuk. En we hebben een goodie bag. Wat zit erin? Het ruikt je wel eens naar kots nu, ruik je? We hebben een tulpenbel. Zijn dit snackies? Oh, wat een mooie pot. Wauw, die is heel mooi. Het was zo'n leuk museum. Ik had dit niet voor... Oh, stroopwafel. Maar dit is zo'n leuk cadeau. Kijk, wat een mooi bakje. Wat een mooi blik. Want blikjes zijn best wel bijzonder, vind ik, mooie blikjes. Dit ga jij in je huis zetten. Ja. Is het een likeurtje? Zie je daarin? Oeh. Appeltaartlikeur? Ja. Heb jij ook appeltaart? Oh, hier ben ik gek op. Ja, je hebt ook appeltaart. Oh. Wat is dit? Lipgloss? Een vape? Oh. Is dit lipgloss? Heb je ook gouden glitters? Een soort oranje. Van Nikkie Tutorials. Ja, zo, hoor je dat? Heb je ook deze goud of heb je een andere kleur? Ik heb ook die. Ja? Oh, is dat van Nikkie dit merk? Nimja. Leuk. En nog een shotglaasje denk ik of zo. Echt? Ik vind het heel leuk. Wat fantastisch. Ja? Dat krijgen we gewoon. Ja, dat kreeg je, was ik al vergeten dat je bij evenementen ook altijd goodie bags krijgt. Jammer dat ik nooit meer ga. Ik moet weer vaker gaan. Als jij dan gewoon elke keer weer gezellig meegaat. Kijk. Wat is dat voor moois? Een spiegel. Huh? Oh. Wat een leuke vlogcontent dit ook. Jongens, even duimpje omhoog. Wauw. Ik hou niet zo van oranje, maar ik vind het heel mooi. Wat cute. Heel leuk. Zou je dit ook in het winkeltje hier allemaal kunnen kopen? Ik denk het. Maar dit niet, toch? Nee, dat denk ik niet. Kijk, je ziet rondje. Ik zeg altijd jinx. Ik vond het heel leuk, Nicole. Het was echt heel leuk. Ik ben ook echt blij dat je mee bent gegaan, want... Ik ben blij dat je mee hebt gevraagd. Iedereen dacht dat jij ook influencer was. Nee, joh. Jawel, iedereen dacht. Dat merkte ik echt. Ja. Hoezo? Nou ja, want de meeste mensen... Niemand heeft bijna een plus 1 die niet influencer is. Maar ik ben heel blij dat jij geen influencer bent. Ik ben ook heel blij dat ik geen influencer ben. Ja, maar dat vind ik heel leuk. Want ik ben niet zo goed daarin. Nee, ik ook niet. Daarom vind ik het ook heel leuk dat jij het ook niet bent. Ja, jij bent het wel. Ja, ik bedoel, ik voel me ook niet influencer. Oh, zo. Maar de influencers waren ook allemaal aardig. Heel leuk. Het was echt heel leuk. Ja, heel sociaal. En zou je mensen dit aanbevelen? Ja, absoluut. Ja, ik had wel verwacht dat het leuk zou zijn, maar dit was heel leuk. En hebben we de rest van het museum nog niet eens gezien. Want er is nog meer, hè? En nu heb ik heel veel zin om weer lekker naar huis te gaan. Het was echt een impressie. Ik heb echt gevoel dat ik echt een tour gehad. Nou, het heeft me echt energie gegeven. Ja, maar daarna ben ik wel echt zo moe voldaan, zeg maar. Alsof ik echt heel veel heb gedaan vandaag. Terwijl we hebben gewoon bijna over Nederland gevlogen. Zo voelt het echt. Ja, het was heel leuk. Hele vlucht gehad. Ja, dan heb ik altijd weer zin om lekker naar Hilly te gaan. Ja. Lekker thuis, lekker serietje kijken nu. Helemaal blij. Hilly en Remy. Ja, Hilly en Remy. Goodbye mensen van het vlogleven. Jij moet zeggen cruise god. Goodbye. Cruise god. We hadden hele lekkere hapjes trouwens gekregen, maar... Die zalm. Vergeet niet te commenten dat ik veel te veel eet op één dag. Nee, vandaag heb ik wel lekker veel eten.
We hebben een kip nugget gekocht. Gekocht? Gekocht. Zo, ik heb zin om te slapen. Nee, niet dat ik nog naar jou binnen bij jou ga chillen hoor. Of wilde jij dat? Nee. Sorry. Gewoon ook. Als ik mijn huis zie, dan ruik ik mijn bed al. Ja. Nee, niet vies, maar Godver. Dan hoor ik mijn bed. Ja, dat is heel vies, dan ruik ik mijn bed al. Ja, dat zou goed zijn. Hi. Dag. Have a nice evening. Zo lijkt het op die van oranges. Ja. Ik dacht ook wel zoiets. Die ene met de tocht met die knotjes op haar hoofd. Ja, die gekke. Ik zag laatst een film met haar. Heel en ik keken een serie. Painkiller. Ja, ze is heel leuk. Painkiller. Maar ik wat, zeg, ik ken haar gespannen. Maar wat knap hoe zij acteert, hè? Ja, zo is ze helemaal niet, zo wappie. Nee, ik niet. Jij gaat hem parkeren tussen prullenbakken. Ja, dat moet. Nee, dit is geen parkeerplaats. Nee, maar we gaan ook niet op een parkeerplaats eten. Ik rij gewoon tijdens het eten. Wil jij wel op de parkeerplaats eruit? Wil jij dat? Ja. Oké. Okay. Hey, als mensen dan maar gaan zeggen, je eet kipnuggets en een broodje zalm en zalmsnackjes op één dag, dat kan echt niet. Nee, hoe durf je? Irritant eigenlijk. Waarom eet je eigenlijk? Zo vervelend als mensen dat zeggen. Ik vind het wel raar dat jij eet. Nee, dat is wel irritant dat iemand dat komt. Maar vooral dat, als ze het zeggen, heb ik meestal, was het niet eens allemaal mijn eten. Maar vandaag is het wel allemaal mijn eten. Wij hebben lekker een kip 9. Allebei 4,5. Nicoline heeft barbecue saus en ik heb mosterd. Zeg maar ooit nog een keer Nicoline noemt. Dan ga je nooit meer mee. Nee. Dit is wel goed. Dit is voor het eerst sinds echt 100 jaar dat ik naar een evenement ben. Ik wil ook barbecue saus. Nee, je blijft van mijn barbecue. Jij wilde mosterd. Ja. En daarom hebben we daarin genomen waar je twee wat saus chill, kreeg. Nicole houdt ze vast. Ja, ik wacht wel tot je klaar bent. Daarna ga ik wel eten hoor. Moet het dan? Ja, dat weet ik niet. Ja. Oh, leuk! Mukbang! Ik vind het gewoon gezellig om nog even langs de Mac te gaan. Ik ga nooit meer naar de Mac. Laatste keer dat ik bij de Mac was, was toen ik een TikTok ging maken en ik zei dat ik een zonder broodje ging eten. Dat was echt zo. Toen ik mijn wenkbrauwen had gedaan. Vond ik een beetje raar. Ja? Iedereen vond het raar. Dat snap ik wel. Nou, jammer. Dat boeit me dan weer echt maar helemaal. Maar ik vind dat broodje niet lekker. Het hoeft van mij niet. Ik vind het heerlijk een los burgertje. Nee, maar kijk, dat ik nu dus geen rund neem, maar wel kipnugget, dat slaat natuurlijk nergens op. Nee. Dan ben je net zo slecht bezig. Maar in het leven, in het algemeen, doe ik niet nu steeds kip als vervanger. Ik doe nu gewoon als zij bijvoorbeeld rund of vark eten, doe ik niks. Ja, precies. Niet dat ik dan zeg, oh, dan ga ik nu kip nemen. Maar als we kip eten, eet ik het wel. Een beetje zo. Ja, vis is ook zielig en vol antibiotica. Dan heb ik nog 2 kipnuggets. Zo veel. Ik denk dat hier gaan werken. Uh-oh. Hij valt. Niet veel. Waar? Hier met Mac? Ja. Boven de 21? Ja. 14,95. Wow. Zullen we bij de Mac solliciteren? Nee. Oh. Dat is best veel. Ja, bijles is meer. Maar dan kan je 15. Maar heel weinig op één dag. Maar je kan letterlijk maar 1 kind per middag, hè? Want ze komen natuurlijk uit school. Is dit mijne? Mm-hmm. Oh. Dit wordt zoveel werk om deze vlog te editen. Oh. Nou jongens, ik stop denk ik even met vloggen. Willen jullie een leuke reactie misschien achterlaten? Nicole zei ook al, iedereen reageert alleen maar hetzelfde, hè? En jouw reacties worden niet getoond. Nee, ik stuur altijd hele lieve berichten naar je, maar er wordt niks gezien. Zijn er meerdere mensen die wel eens reageren? Hoor jij dit niet? Ja, nee, dat kan ik nog te zeggen. Zijn er meerdere mensen die wel eens reageren? Ik wou zeggen, ik ga even weggooien. Mensen die wel eens reageren, maar hun comment verschijnt niet. Maar ja, dat, als je dat natuurlijk nu laat weten, dan verschijnt je comment niet. Dus daar hebben we niks aan. Nee, Nicole, de reacties worden dus niet. Die komen dus niet. Je lampen. Je lichten. Ah, ze lichten niet aan. Nou, oké. Okay. Ik ben inmiddels alweer best wel een tijdje thuis. Het is bijna 12 uur en haar ligt wel in bed. Ik ga ook. Ik was nog even Love Island aan het kijken. Maar het was zo leuk. En ik heb hier ook mascara vlekken. Maar ik ben er weer aan het pulken. Het was echt mega gezellig. Sowieso was het zo gezellig met Nicole. De heenreis lekker gekletst in de auto of terugreis, heel veel muziek geluisterd en super gezellig. Maar het was, we hebben dus van het museum dus zeg maar alleen de 5D vlucht gedaan. En ik vind het zo vet dat ik gewoon echt zo uitgenodigd ben om daar content over te gaan maken. Maar het was zo leuk. Ik was heel zenuwachtig. We hadden 2 jongens leren kennen daar. En daar gingen we een beetje mee optrekken de hele avond. Super gezellig.
Maar ze gingen mij dus een beetje bang maken. En ik zei, ja, ik durf echt niks. Ik durf niet eens hard op een schommel. Maar het was helemaal niet eng. Ik vond het zo vet. Het was zo gaaf. 5D. Dus je vloog gewoon letterlijk over Nederland heen. En je bewoog er van water en geur. En wij zijn dus 2 keer gegaan omdat we het zo leuk vonden. Dus 100% een tip om hier naartoe te gaan. Ik wist niet wat ik kon verwachten. En ik ben gewoon gevraagd om te filmen en mijn eerlijke mening te geven. Maar het was echt fantastisch. Iedereen was ook helemaal hyper en... Ik had hier nog nooit van gehoord, maar als je een keer in de buurt van Amsterdam bent of daar iets wil gaan doen. This is Holland, heet het dus. En het is echt mega leuk. This is Holland. Super, super leuk. Heel blij mee. Het was zo gezellig dat ik echt denk, oh, ik moet weer vaker naar evenementen gaan. En ook met Nicole Gezelli. Helemaal leuk. Nu ga ik lekker slapen. En ik zie je morgen. Jullie dagelijkse dosis maaltijdinspiratie. Nee, dit is een teken van ook ik eet vaak saaie dingen. Ik heb gewoon eigen bakken en kapot gemaakt. Dus het is niet eens een echt scrambled egg. Wat birambi eroverheen nu. En ik had een beetje haverroom erbij. In de hoop dat het nog scrambled zou worden. Maar ik had geen zin om echt scrambled egg te maken. Dus ik had het gewoon in de pan lopen roeren. Beetje van die schimmelgeitenkaas. Dit is mijn ontbijt trouwens. Het is 10 voor 12. En mijn eerste matcha of the day. Met... havermelk en kokosmelk. Want de havermelk is op. En ik vind een mixje ook altijd wel lekker. So, bon appétit, dames en heren. Je ziet echt wel dat het geen scrambled is, maar gewoon gebakken. In stukjes. Maar het is wel lekker. En ook dat ik een inspiratie krijg voor een soort jiggle als intro voor mijn kookshow. Maar dit is niet echt de vibe, maar ik vind het wel lekker jongetje. Heerlijk deuntje dit. Ik dacht, aangezien ik wel kan zingen, is het wel leuk om zo'n jiggle te zingen. De klanken zijn wel echt goed, ze blijven serieus wit. Oh, er is zon. Het is lekker niet meer zo heet. Ik heb maandag dus niet gesport en dan had ik het ook nog op dinsdag kunnen doen. Dat heb ik dus ook niet gedaan. Ik was gewoon te moe. Dus vandaag is mijn eerste keer sporten deze week. En dan vrijdag weer. En als ik gemotiveerd ben, ga ik misschien nog een derde dag. Maar zo niet vind ik het goed. Ik heb het eten al een beetje voorbereid. En dan moet het straks nog in de oven en in de pan. En nu lekker gymmen. En ik ben vrijdag voor het laatst geweest. Dus ik moet eigenlijk nu upper body day. Maar dat was maandag. Nu wil ik eigenlijk benen trainen. Want dat is alweer 5 dagen geleden. Maar ja, upper body is alweer 7 dagen geleden. Dus ik kijk er even. Ik denk dat ik gewoon upper body doe. Misschien als ik nog kracht heb, een klein beetje been erbij of zo. Oh, en heel veel mensen zeggen dat het ze niet boeit, het sporten. Maar het hoort wel bij mijn leven, dus ik blijf het wel delen. Ik zal alleen zorgen dat die shots van het sporten niet echt langer dan 10 seconden zijn of zo. Behalve als het heel interessant is. Komt-ie, hè? Niet langer dan 10 seconden. Ik zie toch op elke uitlegvideo dat je wel helemaal om moet strekken. Dus dat doe ik maar. Matcha! Dat was best wel een slechte training. Maar ik ben wel geweest. Het is zo bizar hoe je soms, als je mentaal gewoon geen zin hebt om te sporten. Of als je moe bent of wat dan ook. Hoe je dan minder kracht hebt in de sportschool. En leg day vind ik altijd wel prima. Daar ben ik altijd wel sterk. Maar bovenlichaam, armen. Ik heb er ook echt lang over gedaan. Maar ja, ik ben wel geweest. Dus ga ook, als je dat wil. Dat je doel is. En nu ga ik even boodschappen doen. Want ik heb helemaal geen lunch en ontbijt en zo in huis. En dan thuis lekker eten afmaken. Of heel waarschijnlijk eerder thuis. Dus ik denk dat hij het eten afmaakt. Lekker gezond eten. Maar trouwens, dat ik aan het lopen ben scheelt ook. Want al heb je dan niet super goed getraind. Je hebt wel getraind en gelopen. En dat is ook zo goed. Heb je toch 2 keer kwartier. Zo probeer ik altijd maar een beetje te denken. Niet te streng te zijn voor jezelf. Dat je gewoon... Ondertussen praat er gewoon een podcast in mijn oren. Hebben jullie podcast tips? Want ik heb geen leuke podcast meer. Maar in ieder geval... Kijk, als je niet was gegaan. Of nu je wel bent gegaan. Oh, mijn oortjes vallen uit. Batterij is leeg. Wat een verschil. Als je het zo bekijkt in plaats van... Wat ik eigenlijk had willen bereiken vandaag in de gym. Met, is niet helemaal gegaan zoals wat ik wilde. Maar als je dan denkt aan... Als je niet was gegaan, wat je allemaal had misgelopen... Dat vind ik echt een goede manier om te denken. Niet te streng voor jezelf. Ben geweest. Kijk wat je allemaal hebt gedaan. En dan voelt het echt veel beter.
Dus lopen is sowieso lekker. Ik ben trouwens wel blij met deze rugzak, maar omdat hij dus zo'n beweegbaar ding heeft. Kijk, je kan hem dus niet makkelijk op je rug doen, want je moet hem steeds weer opnieuw stellen. Dus daarom doe ik hem maar steeds, dan doe ik hem zeg maar heel lui, maar gewoon zo. Je kan hem niet even snappelijk bedoelen, omdat hij dus beweegt. Dus niet heel ideaal, maar goed. Het is wel weer handig dat het ook zo kan. Het kan dus zelf zo, dus niet echt dat het mooi is, maar multifunctional, guys. Lekker, het zonnetje schijnt, maar het is niet heel heet, dus daar ben ik wel blij mee. Dit is top. En wat ik ook echt top voor mezelf vind, is dat ik een boodschappentas heb meegenomen. Want dat vind ik zo stom, elke keer dat je denkt, oh nee, ik heb hier geen tas bij, dan vind ik zo zonde om een tasje te kopen. En ik heb trouwens tegenwoordig wel een beetje andere sportoutfits, dat vind ik ook wel leuk. Ook voor de vlog, aangezien jullie op twee mensen na de vlogbeelden zo ontzettend saai vinden, heb ik in ieder geval ook niet elke dag dezelfde sportoutfit aan. Ik vind het wel grappig, want de meeste mensen die hun sportdingen deden zijn mega fit girls, waar je dus inspiratie uit haalt qua hoe fit ze zijn, hoe ze zich kleden, hoe ze de oefeningen doen. En bij mij dus niet, maar ja, ik sport wel en dat hoort wel bij mijn leven, dus ja, ik blijf dat wel gewoon delen. Oké, boodschappen. En ik zag dus deze havermelk bij de Action voor 1,20 of zo. En de ingrediënten zijn heel goed en hij is biologisch. Dus hier ben ik heel benieuwd naar. Aangezien ik tot nu toe eigenlijk alleen deze lekker vind. Echt lekker. En voor mijn MacBook hadden ze allemaal spullen bij de Action. Want dit kan in je MacBook. Woordjes. Dit kan in je MacBook. Kan mijn camera erin mee verbinden. Dit ook nog. En deze. Dat is wel heel handig. Kijk, dit was het. Ik heb wat bouillon en het restje van die havercreme en daarmee maak ik deze risotto. En er zit nog ui en knoflook in. Als je hem trouwens met roomboter maakt, is het echt een wereld van verschil, heel lekker. Dus er zit ook roomboter in als basis, zeg maar, om mee te bakken. Eerst even die risotto bakken in roomboter. En dan heel lang wachten. Peper erbij is trouwens echt lekker, want ik doe niet heel vaak peper bij dingen. Maar hier is echt een toevoeging. En nu is hij goed zo te zien, dus nu gaan de groenten erbij. Die zien er zo uit. Ja, het ziet er wel lekker uit. Ik heb er dus walnoten en pijnboompitjes en basilicum opgedaan. Proeven! Ik heb er echt zoveel van jouw handen uit moeten knippen de afgelopen vlog. Oh, best lekker toch? Ja. Oh, ik vind het lekker. Niks wat ik zou toevoegen nog. Haal het er kaas op. Hiernaast wordt ook kaas opgegooid. Heb ik geproefd. En vind je het echt lekker? Nou, deze pijnboompitjes zijn heel lekker op. Zou ik echt doen. Het is minder plakkerig toch dan laatst? Ik heb echt duizend keer geroerd tot het allerlaatste vocht was opgenomen. Ik vind het heel lekker. Ik ben goed gekeurd. Ik vind dat je de peper heel goed proeft en de knoflook. Dat vind ik wel lekker. En die combinatie met dat het heel heet is en dan peper vind ik altijd heel lekker samen dan in je mond. Ja, lekker. Hallo, ik ben even bij de stad, nu net. Ik ga even een pakketje bij de DHL wegbrengen, haringje halen, een beetje winkels kijken en daarna sporten. En het is super heet. Gelukkig heb ik een kort broekje aan. Dit slaat dus nergens op, want alleen één zo'n kluisje is nog beschikbaar. En daar past het dus niet in. Maar daar is het alles vol. Dus hier heb je niks aan. Kijk hoe leuk wat ze bij de Wieper hebben. Het is voor kinderen, maar het is niet mega goede kwaliteit. Nou, wel trouwens. Ja, een beetje dun gaas, maar super leuk. Heel schattig. Ik vind het ook leuk. Oké, ik ga dit vloggen zodat ik het niet ga kopen. Ik wil dit zo graag kopen, maar het slaat nergens op. Ik vind het zo leuk. Hoe schattig. Ik moet dit echt hebben, maar ja, het slaat helemaal nergens op. Het is zo leuk. Ik ga even heel erg of ik deze set wil kopen. Dat het wel heel mooi clean is. Maar ik twijfel. Hetzelfde geldt voor deze. Als ik op een terrasje zit, dan neem ik wel een koffietje als hij goed is. Zoals bij barista. Lekker. Ik heb geshopt hoor. Ik heb lekker een salade genomen. Gewoon de basic, maar dan met extra pesto mayo. Lekker. Oké, back home. Best goed getraind. En nu... Good morning. Ik had het niet op Instagram gezet. Niet op in mijn vlog. Maar ik had gisteravond ineens zin om taart te bakken. Maar toen moest ik dus een springvorm regelen. De Action had hem niet. Dus toen... Waarom heeft iemand hierop getekend trouwens? Dat is super vaag. TK Maxx had hem. Blokker had hem niet. Kaza had hem niet. Xenos had hem niet. Action had hem niet. Dus, dit is 18. Super klein. Ik heb dus zo'n borrelplank die kan draaien. Ik heb zo'n ding. Eigenlijk had ik ook nog zo'n lange spatel toch wel moeten kopen. Dit is meer voor de bovenkant. Ik heb drip dingen. Ik heb kleurstof. Ik heb eetbare lijm. Gewoon nu waarschijnlijk niet nodig. Dit had ik nog. Glitter.
bizar, er gaat alleen maar ongezonde troep in de taart. Dit en nog dingen in de koelkast. Maar ik heb zoveel zin om een echte rainbow taart te maken. Want we gaan vandaag ook naar een barbecue en we hoeven niks mee te nemen. Maar ik had zin, dus let's go! Oké, dit is wat je nodig hebt. Mocht je het ook willen maken, hoef ik niet precies te vertellen wat ik steeds ga doen. En ja, je kan eigenlijk ook gewoon dit recept opzoeken. Ik ga trouwens niet het botercreme recept hiervan pakken, alleen de taart. Ik ga ook niet zeven. Dus ik ga nu de ei, olie, vanille en melk doen. En ze hadden dus geen vanille extract. Heel irritant. Dus ik heb, dit is voor de botercreme dingen. Dus ik heb deze alleen maar. Ik had nog een heel klein restje, maar is echt niet genoeg. Want ik moet twee van deze vullen. Dus nou ja, dit is gewoon nep als het goed is. Dus iets minder lekker, maar goed. Het is een lekker zootje hier. Hoppa, boter. Bizar wat er allemaal in een taart gaat. Even wat anders dan havermout koekjes dit. Wel echt te leuk om dit een keer echt helemaal zelf te maken. Dat kan niet wel hoor, dit ding. Dit is niet eens een taartmixer die erop zit of zo, maar die kan echt alles. Kijk wel goed. Dit vind ik nou gaaf, jongens. Ik heb het even geproefd. Het zit natuurlijk wel rauw ei, dus ik heb het heel snel natuurlijk toch uitgespuugd voor de zekerheid. Maar dit smaakt echt naar een echte zelfgemaakte cake. Ik vind het zo tof. Het is zoveel leuker dan uit een pakje. Heel leuk, ik ben zo benieuwd. Het ziet er ook echt bizar goed en smooth en heerlijk uit. Wauw. Kijk nou, echt cake batter gewoon. Geweldig. Ik moet in 6 gelijke porties verdelen, dus dat is een beetje onhandig. Dus ik ga het eerst overschenken, afwegen hoeveel het weegt en dat dan door 6 delen. Maar oké, het ziet er heel smooth uit. Echt bizar glad. Ik heb dus niet gezeefd, maar wauw. Dus ik altijd ook zoveel gedoe om dit ding dan. Ik wil dan echt alles eruit krijgen, anders is het zonde. Het is zo sticky en wat een mooie structuur heeft het. Echt heel slijmerig. Niet slijmerig, gewoon elastiekerig, gummy. Ja, dit is. Hoe krijg ik dit? Het is niet rood, maar echt roze. Oh, dit is toch satisfying. We beginnen met groen. Ik krijg geen paars, omdat die kleurstof niet echt rood is. Dus toevallig zijn ze nu bij de stad. Dus gaan ze nog even kijken voor echte rode kleurstof bij de Xenos. Want die van mij, die in zo'n potje, die is eigenlijk geconcentreerder. Maar die is roze. En de kleur rood zit in zo'n vloeistofflesje met dunne kleur. En die zijn wat minder geconcentreerd. En mijn bonusdochter zei al dat die roze was en niet rood. Maar ik dacht, als ik genoeg erbij doe, wordt die heus wel rood. Maar nee. Dus ik krijg geen paars. Het ziet er wel erg pretty uit, moet ik zeggen. Cute, hè? Ik heb uit de douche gerend, want de timer ging van 20 minuten. Maar ik heb een satéprikker liggen en hij is nog een beetje zacht van binnen. Dus hij moet toch langer dan 20 minuten op 170 graden. Zo ziet het eruit. Hij is ook niet helemaal recht, maar ja, geen idee. Oké, daar gaat oranje. Oké, ze hebben dus rood gehad. Kijk, en deze is dus wel een stuk roder. Dit is ook een hele leuke kleur. Dus, maar ik wou paars maken, dus ik ga toch gewoon even proberen. En nu maar hopen dat hij niet blauw wordt, want dan is het verpest. Ik had ook deze kleur kunnen houden, want het is een hele andere kleur dan die roze die we nu al in de oven hebben zitten. Yes. Kijk, deze rookbol hier. Taart nummer 3 is bijna ready. Nee. Hoe kunnen mensen dit voor hun werk zeg maar gewoon elke dag hier uithalen? Het moet toch handig kunnen? En hoe maken ze dan vanille-aroma? Malen ze dan niet gewoon ook die buitenkant of zo? Vanille is echt mijn favoriete kleur. Oh, de taart. Wow. Hey. Een heel klein beetje. Dit recept is soort van ongeveer gedaan voor de topping. Het is weer tijd voor kip met avocado en tomaat en chili en zout en peper en een beetje olijfolie. Alles verliep volgens plan. De laatste laag zit erin. Heb ik dus nog een klein beetje boter bij mijn spul gedaan. Omdat ik dacht, dan wordt het iets dikker. En dan gaat het dus schiften, dat wist ik niet. Ik schijnt het te kunnen redden door het au bain marie nog even helemaal heet te maken. Maar het werkt niet meer. Dus nu zijn H en Chicky zo lief om even snel nieuwe ingrediënten halen. Dat ik snel nieuwe kan maken. Maar zo zonde ook van het spul. Van het werk, maar ook van de ingrediënten. Oh my god. Doe dat dus nooit. Kijk hoe erg. Kijk hoe mooi smoothie was en hoe die er nu uitziet. Oh. Het is echt niet meer te redden. Ik heb alles geprobeerd. Toen dacht ik, dan maar geen taart. Toen zeiden zij dat ze het wel even gingen halen. Dus love. Oké. Dankzij de boodschappen zijn de... Kijk, nu is hij goed.
Dit wordt volgorde paars, blauw, groen, geel, oranje, roze. En let's go. Ik zag op internet dat iemand een beetje dit deed. Zo. Nu zie je ook geen kleuren nog. Hij is ook een beetje rondig. Sommige mensen doen trouwens iets in het midden om hem vast te pinnen. Dat zou ik ook wel willen, maar ik zou niet weten wat. Maar een lange stok of zo. Jezus, wat is dit voor je? Dan steekt hij uit. Denk het? En dat de smaak heel professioneel is, maar hoe die eruit ziet, niet. Jezus. Hij valt echt om. Toren van Pisa. Moet ik er nog meer rietjes in doen of zo? Lijkt wel gesmolten dit stukje uit. Maar het lijkt ook geen meter. Oh ja. Kan hij nu nog omvallen? Oh ja, hij kan natuurlijk nog steeds gewoon omvallen. Want ja, of er nou rietjes in zitten, hij valt natuurlijk gewoon nog steeds lekker om. Maar ja, ik ben natuurlijk geen pro. Ik denk echt dat die onwijs goed gaat smaken. We hebben hem dus in de koelbox meegenomen met twee ijselementen. En hij was super goed. Hij was zelfs hard geworden, maar dan was hij natuurlijk door alle bochten schuin. En nu baal ik dat ik niet meer van die icing mee heb genomen. Er zit nu net te weinig icing op. Maar kijk, hij is hartstikke mooi stevig. Jammer dat ik het niet heb meegenomen. En je ziet het rietje. Wat dat nou? Oh, nu is hij weer weg. Nou, hij is een beetje scheef, maar een stukje beter al. Toch? En we zijn niet eens te laat. Er zit wel een gat in je lievelingsjurk trouwens. Wil je die eens laten zien? Mensen weten hoe blij ik ben met deze jurk. Ik bukte bij de oven en toen ging ik erop staan. Dat zei ik iets van bijna een gat in de jurk ofzo. Ik zei, oh, het zou echt erg als je een gat in de jurk had. En toen bleek er echt een gat in. Oh, wauw. Had ik maar meer van dit witte spul meegenomen, want thuis in de koelkast ligt er nog van alles. Maar oh, echt waar? Maar dat is altijd iets erg gemaakt. Maar het ziet er in ieder geval heel lekker uit. Ik denk, hij is helemaal zelf gemaakt voor het eerst. Wow. Hij zou echt heel lekker moeten zijn. En wat is dit? Een rainbow. Ja. Heb ik ook eens geprobeerd, maar bij mij kwam die. Oh, nou, ik ben benieuwd uit. Dan. Ik kreeg hem ook helemaal niet recht, hij viel helemaal schuin. Ja, boeien. Het is de thought that counts, toch? Ja. Hij wordt wel mooi. En jij bent aan het vloggen, of? Ja. Heb je je eigen kanaal dan? Ja. Oh, cool. Ja, al 8 jaar. Echt waar? Ja. Dan moeten we die eens kunnen volgen. Nou, het is een hele langdradige vlucht. Ik geef ze even wat zoemen. Lekker, hè? We hebben deze salad gemaakt. Hier wordt er gesneden. Oh, ik vind het best wel spannend. Dit is eigenlijk al te dik wat ik nu doe. Dat is al te dik. Ja, want dan kan niet iedereen een stukje. Maar ik ga sowieso denk ik het weer door de helft doen. Kijk, wil jij een bordje klaarleggen? Het spannende moment. Is hij mooi? Ja. Ik zie het nog niet. Dit is mooi. Wauw. Maar eigenlijk moet ik hem even door de helft doen, anders is het... Nee, maar dat is niet... Want ik moet hem eigenlijk even zo doen, denk ik, hè? Ja, maar dan krijgt niet iedereen van de sprinkels. Nee, dat is... Zo. Zo. Oh, maar dan heeft niet iedereen die rood. Nee, maar niet. Zo? Nee, maar nee, ik wil eens met deze. Oké. Ja, dit vind ik wel goed in. Dan zie je wel de regenboog. Nou ja, voor deze. Voor ja, voor dit. Deze! Oh, hij is ook heel lekker zacht en moister. Ja, daarvoor. Kijk hoe mooi. Het is letterlijk helemaal op. Het ziet er echt ziek lekker uit. Oh nee, dat is echt lekker. Is dat voor de eerste dat je zelf een stukje op? Ik heb heel veel stukjes. Kijk, we gaan eindelijk weer ontbijten omdat het slecht weer is. Normaal zitten we dan gewoon lekker met je buiten. En deze kat gaat ook meteen lekker hier liggen. Knor. Super hard knorren. Dikkie. Het blijft echt top. Dit is dus gewoon weer die kip van de Jumbo van 2,50. Met barbecue of zo. Een kleine avocado. Baby avocado, super mooi groen. 2 tomaten, olijfolie van de tuin in Spanje. Zout, peper en chili. Dus zo handig, lekker voedzaam. Ik eet het dus echt, ik film meestal alleen echt leuke
gerechten. Maar dit eet ik echt bijna elke dag voor de lunch. Dus heel chill. Wat heerlijk dit. Maar meestal ga ik niet sporten of iets voor mezelf doen als mijn bonusochter er is. Eigenlijk ook niet als ik weekend met haar heb. Maar haar vriendinnetje kwam spelen. En de vader van een vriendinnetje is nu met haar Formule 1 aan het kijken. Toen dacht ik, nou oké, dit is my sign. Om even mijn derde keer sportschool voor deze week te pakken. Dus ik ga lekker op de fietsie. Het is niet meer van mijn batterij uit. Nee, het is niet meer zo heet. Maar kan nog wel gewoon zo. Heerlijk. Ga ik daarna even lekker naar de Aldi wat boodschapjes halen. Heerlijk. Kan ik echt wel genieten. En het is rustig op straat op zondag. Mega chill. Dat is ook op zondag vaak juist thuis chill. Maar dit is echt heel lekker juist om de deur uit te gaan. Almost Friday. Oh, ik heb wel echt last van mijn rug, man. Oké, klaar. Ik heb echt heel lekker getraind. Ik heb alles niet heel vaak herhaald, maar gewoon goed gedaan. En nu lekker naar de supermarkt. Een proteïne chocolademousse. Super lekker. En twee hele lekkere biertjes. Denk ik. Alright. Op zondag eten wij dus altijd, eigenlijk altijd boerenplank. Dus ik heb weer allemaal lekker kaasjes, mango, druiven, popcorn in dat hondenbakje die zo leuk is. We hebben die roekommer, wortel, toosjes, chipjes en onze veewijn. En lekker broodje, knoflookboter. En de plaats van het strand hebben we vervangen voor een open haard. Het is nog niet echt koud, maar zo anders. Bizar, wel gisteren. En hier ligt een poesie die eigenlijk al de hele dag ligt ze weer binnen. Hebben we er de hele zomer niet gezien en nu weer wel. Ja. Okay, jongens, dan ga ik na een heerlijk zondagje de week toch hier weer afsluiten. Bedankt voor het kijken. We hebben net poesie verschoond. Het is net alsof we een baby hadden. Ze had zichzelf helemaal ondergekakt. Nou ja, bij de kont dan. Echt zo goor. Ik kan er niet tegen die geur. Dus hij heeft het met pet wipes gedaan terwijl ik ondertussen haar in de houtgreep hield. Wel heel grappig, maar zo vies. Oké, nou, wij gaan slapen. En tot volgende week.